Hallo mensen, tof jullie kijken naar deze goed nieuwe vlog. Ja, vandaag is na een heel lange tijd nog eens een vlog. Hier hebben we ook Lotse. Hallo, dat is mijn vriendin. We gaan dus vandaag naar Plankendaal, dat is hier in Mechelen. Ik ben wel leuk om dit hier even te zien. Dus we weten niet goed waar we zijn, maar we volgen gewoon andere mensen en dan komen we zo hopelijk bij de ingang. Hier is dan waarschijnlijk het gebouw waar we moeten zijn voor de ingang. Ik zie dat hier een show bezig is, dus we gaan eens even hier kijken. Waarschijnlijk met vogels of zo. We hebben hier toch een zitplek kunnen vinden tussen al deze drukte. We gaan toch beginnen over 5 minuten. Ik ben wel benieuwd naar de show. Komt ie? Wow. Kap hier is de kleinste gierensoort van Afrika. De weg is ongeveer 1 jaar geleden verontworpen. Deze 3 zijn gesponsord voor mogen. Op dit moment 16 of 17 jaar oud, heeft een gewicht van 5 tot 6 kilo en een spanwijdte van 2 meter. Mooie vogel, hè? Er kan nog 1 vogel komen en die is nog groter. Ja, we zijn nu even het gras gaan zitten, omdat die vogels blijkbaar tot hier kunnen komen. Zoals je ziet, zitten allemaal andere mensen ook hier nu op het gras. Ik ben wel benieuwd naar welke vogel er nu gaat komen. Ze zei dat er een grotere vogel zou komen, maar zij denkt dat er nu kleintjes gaan komen. Ja. Dat is dus de vogel. Oh, zo mooi. Oké, we zijn nu bij de neushoorns. Dat is wel een grote dier. Stel je voor dat je in de wildernis bent en opeens loopt er zo'n neushoorn op je af. Dat zou niet fijn zijn. De neushoorn is aan het eten. Oké, nu gaan we naar Azië. Tuk-tuk. Het zou grappig zijn als we zo ooit op vakantie gaan met zo'n tuk-tuk. Kijk in de bomen. Wacht, hè. Maar hij ziet dat niet in de camera. Jezus. Ga daar, hè. Ah ja, daar zit hij. De rode panda. Nu zitten we dus bij de olifanten, maar eentje zit daar achter een beetje verstopt. Ah, nu zien we hem. Hallo olifant. De olifanten hebben een heel goed geheugen. We zijn echt veel dichter bij de olifanten. We zijn nu even aan het parcouren. De Minecraft parcoursmap. A real life texture pack. We zijn nu even in de Serengeti. Wat is het hier echt heel warm. Hier allemaal planten. Even zoeken naar vlinders. Daar heb ik ook er een. Waterval. Oh, mooi. Dichtbij. Dit is echt mooi. Op deze brug hier. Het is hier wel smal. Oh, kijk. Er staat hier iemand te slapen hier. Oh, hij bewoog. De aap is nu zijn gunst aan het doen. Oh, nu is hij dicht. Ik wil misschien ook een foto nemen hier. Oh, hij neemt iets. Nu is het nu een natuurdocumentaire geworden. Hij zweeft. Oh, daar eentje aan het slingeren, hè? Een zwarte. De zwarte zijn mannetjes en de beige zijn vrouwtjes. Ah, leuk, om te weten. Oké, nu zijn we hier dichter beneden bij de apenkooien. Maar is goed. Ah ja, nu zijn we bij de otters. Schattig. Is lekker, denk het wel. Hij is bezig met iets aan zijn voeten. We zijn net op tijd terug bij de olifanten, want nu gaan ze de olifanten eten geven. Leeft Kayum ook eigenlijk nog? 1 olifant zit dan in het water. Kayum, ja, bekend voornamelijk omdat ze de eerste levend geboren olifant in ons land was. Kayum, ook al 15 jaar oud. Ik heb ook wel zin om naar water te springen. We zijn nu aan het eten, Lotus nu even naar het toilet, maar ik was hier een broodje aan het eten. En hier, dit is echt schottelijk. Het is fruit, nog een proteïnebar en nog een juicy. En dit is Lotus eten. Het is echt heel lekker, vooral het fruit. Oké, we zijn hier nu. We zijn nu aangekomen in Afrika. Jij, wat wil jij hier graag zien? De giraffen zijn wel leuk. Ja, de giraffen vind ik ook wel leuk. Misschien hebben we, zijn hier ook nijlpaarden. Maar dan gaan we zelfs als we... Ja, er zijn nijlpaarden. Oeh, dat is goed. Oh, schattig. Het is wel jammer dat ze elke keer zo ver zitten. Apen kijken. En nu is het de video weer een natuurdocumentaire geworden. Per continent zo een beetje continent namaken. Van hier hebben we zo die typische hutjes. Dat is wel leuk. Nu zijn we bij de zebras. Weet jij een leuk feitje over zebras? Ik ook niet. Het zou wel leuk zijn als ze zo ook feitjes konden vertellen. Surfing Gameplay had hier moeten zijn, die weet veel feitjes. Er komen echt steeds schattige dingen steken, zoals hier. Deze heeft een lange staart.
zijn we echt heel erg dicht bij de diertjes. We zijn nu bij de giraffen en net zagen we een kleintje. Dat was denk ik dan een baby. En nu zijn er meer de grotere giraffen. En het is hier aan het eten aan een tak. Die baby dat we zagen is echt net geboren. Een paar maanden oud. Zo is in. Nee. Daar is hij. Hier. Ah ja, ik heb gezien. Oké, hier zijn we bij de nog aapjes hier. Geef in de reacties weten van wat jullie favoriete dier is. Daar ben ik benieuwd naar. Voor mij, ik ben wel een olifantenfan. En ik ben ook een kattenfan, maar ja, dat is logisch dat ze hier geen katten hebben, want iedereen heeft al bijna katten. En dat dier daar is dus blijkbaar een steenbok. Leuk hier dus. Hier rennen mensen. En dan kan je zien hoe snel je bent. En dan kan je zien hier met welke snelheid het overeen komt als dier. Er komt nog iemand aan. De getrainde mensen die lopen, die zijn bijna even snel als een giraf. Ja. Die moeten nog 1 seconde en een half sneller zijn. Ik ga nu naar Amerika. Oké, dat is hier tussen de briluil. Ze leven dus vooral in Zuid-Amerika, zo vooral in Brazilië. We hebben met de reuzenmereneter ook in vooral Zuid-Amerika. De dingen zijn groot. En ik denk niet dat je op camera kan zien. Ik zie niet in die raad. Kom eens hier. Kun je het niet zien? Ja, daar zie ik iets bewegen. Oh, die zie je uit. Ja, dat zag ik. Kan jij lang op 1 been staan? Nee. Wat kunnen jij niet geloven, hè? Jij hebt 12 minuten maximum, zeker? Ja, niet lang. Kijk, kijken we nu naar de pingwings. Kun je het zien? Zo mooi. Het is echt cute. En daar komt ze meneer af met eten. Dus is een beetje druk hier. Er zijn ook vogels hier. De flamingo's zijn aan de overkant. Ja, hier zo. En hier hebben we jaren naar beest. Wow. Ik denk dat hij bijna klaar is. Ja, kijk, hij is gedaan. Oké, dit was dus Amerika en nu komen we uit op de totem. En daar is Oceanië. Daar gaan we heen nu. Denk ik toch dat hij hier was. Ah ja, nu gaan we naar Oceanië. Oké, hier willen we die paaltjes. Nu zien we een koala, maar het ding is, hij is met zijn rug naar ons gedraaid. Dat is wel jammer. Ik had trouwens ook een koala sleutelhanger gekocht. Kan ik even tonen. Kijk, dat is deze hier. Ik vond hem wel schattig. En nu zijn we binnen. Oh, hier is een dier. Als je het kan zien. Het is een varaan. Ook vooral Australië. In Australië zijn er ook veel spinnen. Misschien komen... Ja, in Australië zijn ook grote spinnen, dus misschien zijn die ook hier. Ik denk het misschien niet. Ik hoop van niet. Ah, hier is dat. Ah ja, de staart zie je. Zo. Ja. Nu zitten we zo bij een brugje. En dan allemaal vissen hier. Ja, ik zie hier vissen. Oh, zijn er nog veel? Het is maar 1 euro. Als jij dat wilt doen, mag dat. We kunnen blijkbaar de vissen eten geven. Hier is het voer voor de visjes. Lotte gaat nu de visjes eten geven. Oh, er valt er eend. Hier gaan de vissen komen. Oh, er is ook zo'n eend. Zie je al de vissen bij elkaar komen. Ja. Ik kom mee. Mag ik ook eens doen of heb je alles al gedaan? Ik heb ze allemaal gedaan. Oeps. Oké, we hebben nu ook kangoeroe gevonden hier. Ja, kan ik goed filmen, ik zie hem. Nu zijn we dichter bij de kangoeroe. Oh, we zien hem springen. Mooi op camera. En nog één. Leuk om te zien. Dat is denk ik het kindje. Ja, misschien. Want die lijkt jonger. Ik ben net bezig met het editen van de video. En ik kwam tot de conclusie dat ik helemaal geen outro had opgenomen. Ja, dus neem ik hem nu op deze manier op.
Het was een heel erg leuke dag in Frankenthal. Ondertussen zijn we al een maand verder. En hier al een klein paard hier aan het laten groeien. Maar ik hoop dat jullie genoten hebben van deze vlog. Ik ben gewoon niet zo gewoon om te vloggen. Ik merk ook wel dat ik niet altijd in de camera kijk, omdat ik daar niet echt gewoon ben. Ik hoop dat je dat niet erg vond. Bedankt voor het kijken naar deze video. En dan zie ik je weer hopelijk terug in de volgende video. Doei!